Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Harry Potter en de Geheime Kamer. Een kijker heeft me ooit deze toverstok gestuurd, samen nog een toverstok die ik kwijt ben. En ja, als je graag toverstokken hebt, zo leuk zijn ze ook weer niet. Ze zijn grappig om zo, ik ben de tovenaar, en je kont stoppen zo, ik hou van kont bonken. Voor de rest doen ze vrij weinig. We zijn bijna bij het einde van deze game. Kijk maar. Ik moet naar de wc van Jammer en Jenny gaan om de ingang van de geheime kamer te zoeken. Ja, ik bedoel, als de geheime kamer zo meteen geen geheim meer is, dan zit deze serie er wel op, denk ik hoor. Waarschijnlijk deze aflevering de basilisk verslaan. Volgende aflevering de laatste troep doen. Dat is voornamelijk alle zilveren kaarten halen. Nog eentje. En vervolgens met die zilveren kaarten de gouden kaarten verzamelen. Misschien ga ik ook nog de zwerkbalcup halen. Ik weet niet of ik dat überhaupt wel wil. Zwerkbalcup is fucking saai. Misschien doe ik gewoon bij de finale. Ik heb alle gouden kaarten, doei. En dan is deze serie af. Dat is alweer de tweede serie die af is in 2015. Maar waarschijnlijk heb ik ondertussen ook Rollercoaster Tycoon 3 afgemaakt. Want er komt nog één aflevering van online. Dus, eens eventjes kijken hoor. Wat is hier aan het handje? Hallo, jammerende Jenny. Vragen hoe je gestorven bent. Ah. Dat heeft nog nooit iemand me gevraagd. Het gebeurde hier, in dit toilet. Ik weet het nog zo goed. Het was vast uber relaxed. En ik zat te huilen omdat Olivia Spork me had gepest met mijn brein. Dit is waarom je niet moet pesten op school. Mensen worden versteend door slangen. Is dat een spoiler? Nee, natuurlijk niet. Ze zeiden iets raars. Het moet een vreemde taal zijn geweest. En het was een jongen. Een jongetje. Dus ik maakte de deur open om te zeggen dat hij naar zijn eigen wc moest gaan. En toen ging ik dood. Dat is wel minder, hè? Die jongen. Daar ergens, bij die wasbakken. Een van de kranen heeft nooit gewerkt. Tenminste, niet zolang ik hier ben. Aha, het is een super hint. Wel grappig eigenlijk. Het is wel geinig op de dag dat ze eigenlijk de hele tijd al naast de geheime kamer een drankje aan het brouwen waren, die gekke mannen. Als ik nou eens een sisselspraak probeer. Open, gelukt. Open, was duidelijk sisselspraak. Open. Open. Serpent Gameplay, abonneer, like de video's. Dat is pas echt een sisselspraak. Ik ben Serpent Gameplay, kan het weten. Daar is Smallheart. Gezellig. De avonturier van het jaar. Hij had zijn boeltje al gepakt. Knappe man. Wat is dat? Volgens mij is dit de ingang van de geheime kamer. Nou, dan hebben jullie mij niet meer nodig. Dag jongens. Dag. Ik wil mijn bezem nog even warm laten draaien. Mijn bezem warm laten draaien. Ik ben lang niet klaar. Hup, naar beneden jij. Hup, hup. Nee. Kom op. Nee. Man. Dit is het. Weet ik. Ja, toch beter. Oh ja, waar is Perkamentus ook alweer? Hij is geen schoolhoofd meer, maar je had hem er wel voorbij kunnen halen. Die man kan dingen. Perkamentus kan dingen. Best wel relaxed. De geheime kamer is trouwens ook superleuk. Er is iets daarboven. Oh, ik voel me niet goed. Ik voel me niet goed. Oh nee. Einde avontuur, jongens. Oh, en heeft hij Ron Stokkie gepakt. Zeg maar dag tegen jullie herinneringen. Amnesia completa. Ja, dat had je niet moeten doen. Bitch, Boom, nee. Is alles goed, Petje? Boom. Ja, ik ben hier. Mij mankeert niets. Ga Ginny maar zoeken, Harry. Wacht jij hier samen met Smallheart? Als ik over een uur nog niet terug ben... Nou ja, tot zo. Tot zo. Als ik over een uur niet terug ben, ben ik waarschijnlijk dood. Doei. De ballen en laat ze zeker niet vallen. Oké, dan. We gaan even de geheime kamer rondzwansen. Je kent het wel. Je jeugd. Kan je deze sprong halen? Nee, natuurlijk niet. Woe, dood. Ja, dat filmpje skip ik eventjes hoor. Ja, voor de rest is niet eens zo heel gek veel te doen. Ik geloof dat hij ergens een Lumos is. Aha, daar is die Lumos. Ah, ga weg met je grote anus. Stoute man. Jij en je grote anus. Jullie anustijden zijn voorbij. Jullie tijden van onveilig anale seks zitten erop. Aha, een geheim. Wie had dit verwacht? Ik misschien. Want ik heb deze game al eerder gespeeld. Oké, dan. Even het rondje teruglopen. Zo, door dit leuke kamertje heen. Voor de mensen die niet begrepen trouwens wat er net aan het handje was met Smallheart. Ik ga het proberen uit te leggen. Komt erop neer dat Smallheart helemaal niet zo'n goede tovenaar is. Maar wat hij gewoon deed was andermans avonturen stelen. Gewoon mensen die op avontuur waren, daarover praten over hun avonturen. En dan gewoon via de spreuk amnesia compleet aan hun geheugen wissen. En dan gewoon doen alsof het zijn eigen verhaal is. Slim hè? Het is wel slim. Je kan zeggen over Smallheart wat je wil, maar hij is wel slim. En ondanks dat hij nooit iets bereikt heeft in zijn leven, heeft hij toch een grote ego. En fuck, ik ging bijna dood daar. En dat moet je ook respecteren.
poing. En dan val je hierop en dat gaat heel snel naar beneden. En als je nog... Voor mij kun je ergens nog smackies pakken. Ik weet het ook niet precies. Voor mij gaat het ding gewoon de hele tijd op en neer. Maar dat weet ik niet eens zeker. Je kan wel hierheen in ieder geval. Kak! Heb ik dat nog gewoon gemist? Mag ik nog niet nog een keer omhoog? Gaat het ding gewoon weer omhoog? Ja, gaat gewoon weer omhoog. Nice. Ik dacht eventjes, oh nee, al die leuke kisten vol lekkere nijtjes gemist. En volgens mij, maar dit weet ik niet zeker, kun je ook doodgaan door die lift. Door eronder te staan en dan te wachten tot hij je hoofd plet. Ik weet niet of het waar is. Ik ben wel een YouTuber. En het voelt een beetje als mijn taak om uit te proberen of dat ding me dood kan maken. Maar dat kan ook aan mij liggen. Dus de vraag van vandaag is, kan dit liftgeval kinderen doodmaken? Zet je geld in. Wacht, ik kan het beter eerst even hier gaan opslaan. Als we dan doodgaan, dan zijn we hier weer. Wat een fucking goed idee. Oké, we gaan eerst hierheen. Ik kom eraan, liftding. Pletter mijn hoofd. Kut, ja, hier toch. Huh. Hier zo. Komt-ie. Dum 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 dum. Oh. Ik had verwacht dat het zou werken. Ik had 5 euro ingezet op het werkt. Wie had er allemaal geld ingezet op het werkt niet? Oké, ja. 5 euro onderweg. Nou ja, graag. Ik had verwacht dat het zou werken. Oké, dan. Aan het spinnenweb te zien. Dan gaan we zo meteen vechten met een hele gemene slang. Logica. Dit is best wel eng. Dan doe je zo. Ah! En dan, oh my god, allemaal spinnetjes. Helemaal eng. Ik had ze eigenlijk moeten laten leven. Ze zijn best schattig en ze bedoelen het goed, weet je. Ik laat jou leven. Tussen de likejes van je gevallen vrienden, laat ik jou lekker leven met je amigo's. Oh, het zijn er nog best wel veel. Hallo, spinnenvrienden. Hoe gaat het ermee? Ja, wel lekker. Ik krabbel lekker alle kanten op. Oh ja, dit is een punt waar ik best wel vaak doodga. Het is gewoon een van mijn hobby's. Doodgaan is superleuk. Jammer dat je me één keer kan doen. Oké, dan. Wat je hier moet doen namelijk, is, lieve, lieve kijker, door deze gekke patatschijven doorlopen. Ja, het is gewoon timing eigenlijk. Iets wat ik niet heb. Naast een grote penis is er nog iets dat ik niet heb. En dat ding is timing. Ik heb het toch overleefd. Ik heb dus toch wel een grote penis en timing. Haha, dat zal jullie leren, boeven. We lopen lekker verder. Er vielen even wat stenen door mijn beeld heen. Dat hoort er allemaal bij. Oké, dan. Ja, hartstikke normaal. Doodnormaal. Hier is een hele grote steen met een flipendo erop. Voor de zekerheid doe ik er even een flipendo op. Yes, leuk. Eens eventjes kijken hoor. Hierboven is een of ander gezellig kamertje. En er zit als het goed is ook een soort geheim. Ik weet het niet meer precies hoor. Ja, precies, dat is hier. Er zit een kamer en je doet van, oh nee, je wordt gepletterd. En als je dan het goed doet en hier staat, maar er niet van afloopt. Dit is echt een van die geheimen die ik pas tegenkom als ik de game echt voor de 10e keer speel. Dat je denkt van ja, normaal gesproken als 2 muren je proberen te pletten, dan ren je gewoon rete snel weg. Maar, er zit ook een kist achter. Wat echt super goed verstopt is. Ja, vind ik persoonlijk wel goed verstopt hoor. Ja, applaus, 10 van de 10. Ik zou het nog een keer verstoppen als ik jou was. En aan de andere kant zit lekker helemaal niks. Oké, dan gaan we lekker naar beneden. Whee! En dan ben je aan de andere kant. Wat geinig. En dan is daar een deplasma dingetje. En daar een spinnenwebbetje. Je kent het wel. En dan ben je opeens hier. En dan ben je opeens daar. En dan vind je nog een kissie. Wat leuk. Nee, best wel leuk. Waarom zitten er geen kaarten in deze kisten? Als ik die laatste zilveren kaart niet kan vinden, dan word ik gek. Dat zou echt compleet balen zijn. Als ik alle zilveren kaarten heb op eentje na, dan moet ik hem als goed is of van zo'n winkelmaatje kunnen kopen. Of hij ligt ergens op Zwijnstein en ik weet niet waar. Dat zou echt flink balen zijn. Dan moet ik alle geheime kaartenplekken die ik ken opnieuw gaan checken. Dat is kut. Nou ja, whatever. Whee! Ik ben Harry. Oké, daar is die ene kamer. Die ene kamer. En hier is een choco-kikker. Je moet ervan houden, zeg ik dan altijd maar. Dus, Rick, hoe gaat het in het leven? Wel lekker. Alleen, ik ben even Harry Potter aan het spelen. Niet dat de Harry Potter spelen niet leuk is hoor. Alleen, het is wel vet moeilijk. Het is de moeilijkste game die ik ooit gespeeld heb. Hallo daar, blauwe mannetjes van wie ik heel veel hou en die niet dood moeten. Hoe gaat het met jullie? Hier is zo'n Lumos ding en dan... Ah, Lumos, kaboing. En dan, ja... Het leuke is, ze hebben hier dus wel zo'n kaboing tegel gebouwd. Wie weet ik niet, maar als je erop zou kaboingen zonder te lumossen, ja, dan zou je gewoon doodvallen. Oh, je valt niet eens dood, je gaat gewoon daarheen. Oké, nee, dan is het goed. En dan kun je hierheen, en dan kun je weer daarheen. En dan kun je weer pimmen, dan kun je weer pammen, dan kun je weer pim, pam, pet. Yeah, dan doe je gewoon hetzelfde nog een keer. Dan doe je gewoon oneindig vaak, totdat je het gevoel hebt dat je doodgaat. En dan stop je. Geen idee, joh. Oké, hier is nog iets leuks. Gewoon overal springen, joh. Overal spreuken opdoen. Totdat je geen zin meer hebt. Oké, dan. En nog een mannetje. Een klein mannetje. Neem een kleine mannetje. Doei. Oké, dan. Hier heb je meerdere magische opties. In de wereld van Harry Potter is sowieso alles magisch. Dus je opties zijn altijd magisch.
Je kan ten eerste dit supergeheime geheim ontrafelen. Hier kun je dit supergeheime touw doorhakken. Ik ga gewoon bij alles zeggen dat het supergeheim is, want het is nog waar ook. Maar waarschijnlijk kunnen we het supergeheime liftje gaan staan, maar ik weet niet of dat wel echt supergeheim is, of niet. Je kan hierop gaan staan en dan kom je bij deze supergeheime schildpad uit. Die was niet heel supergeheim, want je zag hem al de hele tijd. Via hier is een supergeheime kist. Daar is er nog meer supergeheime smackies in. Want om een of andere reden geeft dit supergeheime gamepie mijn supergeheime tovenaarskaarten meer. Dus ja, dat. Even kijken wat hier... wat gebeurt als ik hier op spring als ik krijgen mag? Ja, moet ik die kant op? Of waarom moet je die kant op? Oké. Okay. Dus ik heb eigenlijk nooit een platform die je eigenlijk moest gebruiken gebruikt. Oké, okay, we zijn in ieder geval aan de overkant. En mij hoor je niet zeiken. Want meestal als ik plas, dan leg ik ze maar van dat papier. Zo waar je plas neerkomt. En daar plas ik dan op. Dat hoor je wel, maar het klinkt heel anders. Dan denk je echt, het regent buiten. Nee, ik ben gewoon heel grappig met gekke geluiden aan plassen, jongens en meisjes. Als je dat maar weet. Nu komt het coolste stuk in de geschiedenis van Harry Potter. Als het goed is, het is namelijk een soort Indiana Jones. Oh, dat is nog niet. Bam, je zet thee. Maak me alsjeblieft niet dood. Ik ben onschuldig, meneer de politie. Ik ben onschuldig. Ik heb het niet gedaan. Ik ben onschuldig. Alsjeblieft. Ik ben onschuldig. Arresteer me niet. Ik ben onschuldig. Oké, nu is de vraag. We hebben hier boven allemaal gekke plateaus aangezet. Wat moeten we ermee? Waarschijnlijk moeten we gewoon deze kant op en dan die flipendo flipendoeren. Dat is niet eens een woord. I just made it up. Wee, yeah. Oké, dan. Nog meer gemene boeven. Gaat heen, gemene boeven van gemene boevenland. Ik heb geen zin meer in jullie gemeenigheid. Even alles checken of je er een spreuk op kan doen. Nope, dat kan niet. Dan gaan we gewoon lekker deze kant op. Wat gebeurt er nou toch weer? Niet weer zo'n leuke sponsificeerde tegel. Oké, ja, dan moet je hierheen. Dit ziet eruit als een sprong die je gewoon kan maken. Dus dan maken we hem gewoon. Bam! En dan kun je nog meer omhoog. Ja, joh. Geen idee waar dit uiteindelijk uitkomt, maar het zal wel. Het zal allemaal wel. Precies. Eens even kijken. En dan nu. Ja, ik snap hem alweer. Dan ga je hierop staan, dan hak je allebei die touw door. En ja, wat gebeurt er dan? Dit plateau zakt en Harry sterft van de val. Serieus, je zou best wel hard vallen. Ik denk dat je best wel je benen zou breken. Maar gelukkig kan Harry Potter zijn benen niet breken. Eigenlijk wel. Het gebeurt zelfs in de tweede film dat Harry Potter zijn benen breekt. Of zijn arm. Zijn arm was dat volgens mij. Dat zijn arm gebroken is en dan komt Smallheart en doet er een spreuk op. Van ah, dit fix je arm wel. En dan wordt het een heel slappe arm. Hele slappe armen, man. Dit is grappig. Ah! Doe dan. Wat? Nee, dit filmpje hoort zo te gaan dat die slak die beweegt naar voren. En dan stort het ding in. Ja, dat ja, dat moest er gebeuren. Maar dat gebeurde niet, om een of andere reden. Het hoort te gebeuren in het filmpje namelijk, maar dat gebeurde niet. Dan moet je... Oh my god, die gasten maakten me bijna dood. Jongens, maak me alsjeblieft niet dood. Vraag ik even heel lief. Even dit touw doorhakken en dan vallen er namelijk balken. En via die balken kun je wel naar de overkant lopen als je daar zin in hebt. Oké, dan. Dan hakken we dat touw door en... Yay! Volgens mij moeten die balken wel even wat lager, anders dan kom je alsnog niet aan de overkant. Oh god, ik ben dood. Harry kon Ginny niet redden, want hij ging dood. Op een hele lullige manier nog wel. Oké, dan. We proberen het gewoon nog een keer. Je kan beter op het hoogste punt van die balken springen dan op het laagste punt. Doei, Slakkie. Ik ga je eraf duwen. Ik ga je redden. Ik ben van de dierenbescherming, Slak. Nee. Hij is toch dood. Hij is toch overleden. Rip, Slak 2014. Ta! Hak het touw door. Hak het touw door, Rick, alsjeblieft. Hak het touw door, gekkie. Ga dood, alsjeblieft. Irritante elfjes. Irritante elfjes. Wee, ik leef nog. Oh, ik viel bijna van die balk af. Ik sta er nog op. Ik dacht eventjes dat ik er alsnog af ging vallen. Dan zou ik best wel boos worden. Oké, dan. Wat nu? Wat nu? Wat nu? Aha. Dat nu dus. Aha. Dan moet aan de andere kant natuurlijk heel origineel weer de balken losmaken. Je zou het haast niet kunnen raden, maar wij moeten het doen hoor, dames en heren. Pats, die balk, die is laag. En pats, die balk, nu ook. Wauw, de revolutie van de mensheid is begonnen. Nou spring je hier naar beneden, dan ben je als goed is weer waar je net stond. Ja, en dan kun je dus wel over die balk heen. Oh my god, waarom doe je dat? Dum 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 dum, gaat het ding nog inzakken of moet ik nu gewoon naar die andere balk toespringen? Ik heb geen idee wat de logica hierachter precies is.
Als je gewoon niet te lang op die plaat blijft staan, dan zakt hij niet in ofzo. Maar ik heb het ook niet verzonnen. Ik schrijf het script voor deze troep niet. Wanneer is dat stuk dat je Indiana Jones bent? Dat is zeker nu dan. Dat is wel cool, want dan bewaren we dat lekker voor de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Volgende aflevering. Denkt Harry dat hij Indiana Jones is terwijl er een gigantische steen achter hem aanrolt? En verslaan we waarschijnlijk de basilisk. Dit was de meest hardcore aflevering uit mijn YouTube carrière tot nu toe. Dus ik hoop dat jullie hem leuk vinden. En volgende aflevering moet ik waarschijnlijk ook die laatste zilveren kaart gaan zoeken. Terwijl ik mezelf keihard in mijn anus neem en huil. Dus dan weet je alvast waar je naar uitkijkt in de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Hoop ik voor deze aflevering leuk. Want hij is leuk. Tot de volgende aflevering. Ik dwing het gewoon op. Hij is gewoon leuk. Voor het geval je twijfelde. Superleuk. Doe even een duimpje omhoog, want dan help je mij heel erg mee. Bla 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 bla, huilie huilie. Tot de volgende aflevering. Doei!